Ik ben Duta, ik ben 18 jaar en ik doe de opleiding Media, Informatie en Communicatie. Ik ga nu naar het derde jaar. Naast mijn opleiding heb ik mijn eigen bedrijfje. Ik maak 360 graden foto's en video's en dat vind ik heel erg leuk. In het tweede jaar heb ik stage gelopen bij de HVA. En zij hebben mij binnen deze stage alles geleerd over virtual reality, hoe je dat maakt en wat je ermee kunt. Nou, na 10 weken was de stage over en had ik zoiets van, ga ik weer bij mijn pizzeria werken of ga ik nu mijn eigen bedrijf erin starten? En ik heb voor het laatste gekozen. Mijn werkzaamheden bestaan eigenlijk uit 3 delen. Het eerste deel is vooral netwerken en het vinden van klanten. Dit kost het meeste tijd, maar is ook eigenlijk het leukst, vind ik. Het tweede deel vindt plaats op locatie, dus het filmen en fotograferen. En het laatste deel is eigenlijk op mijn laptop en dingen klaarmaken voor publicatie. Want het is gewoon mooi dat als je zelf iets maakt, als je zelf iets verzint, en als je dan ziet dat je daar succes mee hebt en dat je daarin groeit, ja, dat is gewoon superleuk. Als ik nog een tip moet meegeven aan studenten die ook een eigen onderneming willen starten, is dat toch, je netwerk is de sleutel tot succes. Je netwerk is echt alles wat je nodig hebt. En als je daar goed in bent, in het netwerk, het mensen ontmoet, in het contact leggen, je visitekaartje altijd paraat hebben, dan kom je er wel.